Het is Rivalenter, eerste wedstrijd gespeeld bij Ajax in het nieuwe seizoen, meteen gewonnen. Dat is lekker. Ja, echt een superstart. Ja. We waren denk ik gewoon een betere partij, dus uh, echt verdiend. Hoe ging de wedstrijd? Uh, ja, ging goed. Ja, de eerste helft uh, waren we ook wel iets beter, denk ik, dan Twente. Maar toen kregen ze nog wel wat kansen. Maar de tweede helft denk ik dat wij wel de echte betere ploeg waren. Helemaal na de 1-0 kregen we helemaal een boost. Dus uh, ik denk dat wij wel beter waren, ja. ja. Echt verdiend. Misschien wel een beetje wachten op de 2-0? Ja, Inessa kreeg nog zeg maar, de kans. Ik, denk, ik dacht, ja, die schuift met links gewoon rustig binnen. Maar ja, ja, net niet. Balen. Het werd eerst natuurlijk 1-0 en jij was het. Ja, ja, ik kreeg de bal van Kel de zijkant. Dus ik zocht een beetje markten op. Toen ging ik naar binnen naar mijn rechts. En toen schoot ik hem mooi in de kruising. Individuele kwaliteit zegt de trainer. Um, ja, ja, ik denk het wel. Ja, maar ik gebruik, ik gebruik het nog niet zo heel veel. Ik uh, ben meer altijd van het overspelen. Gewoon pasen, meer de bal erin lopen dan echt van afstand schieten. Maar moet ik misschien wel wat vaker doen. Nou ja, je kan ook van dichtbij in scoren, inderdaad. Want je bent al een paar keer volgens mij clubtopscorer geweest van Ajax. Ja, de eerste twee seizoenen, de derde seizoen bijna. Maar ja, inderdaad. Ja, ik ben altijd meer van tiki-taki dan echt van de afstandsschoten. Dus uh, ja, moet ik wel wat vaker gaan doen. Moet het nou ook gaan gebeuren dit seizoen dat je er weer de meeste goals in knapt? Um, nou ja, het maakt me niet uit als we maar kampioen worden. Maar het zou wel fijn zijn voor mezelf. Ja, vorig jaar heb ik er namelijk niet heel veel gescoord vergeleken met andere seizoenen. Maar ja, ja, het maakt eigenlijk niet uit als we gewoon maar kampioen worden. Laat ik dan vragen: wat kunnen we verwachten van jou dit seizoen? Uh, nou, ik hoop dat ik heel veel doelpunten maak. Ik hoop dat ik belangrijk ben voor het team in uh, aanvallend opzicht, maar ook verdedigend opzicht. Dat ik een beetje de meiden ook op sleeptouw kan nemen en uh, ja, ik hoop dat ik belangrijk ben. Jullie winnen de eerste wedstrijd van Twente, maar wat zegt dat nou eigenlijk? Nou ja, het is een hele fijne start. En uh, dat het veel vertrouwen geeft naar de volgende wedstrijd. Maar in principe, ja, er zijn nog zoveel wedstrijden dit seizoen. En kan nog alle kanten op. En uh, dat zie je maar na een afgelopen seizoen dat we het in de laatste week weggeven. Dus ja, het zegt, het zegt nog niet heel veel. Voor seizoen tegen 20 gaven dit ook in de laatste minuut weg. Vrije trap, Joe Rood. Nu weer een kans in ieder geval weer in slotfase. Ja. Dacht jij niet van hoe? Ja, ik denk dat we wel een pillen knijpen waren. Ja, meer meiden. ik denk ook de meiden op de bank. Maar ja, weet je. Het? Dit keer gebeurt het niet, ja. Het is ook fijn. Volgende week PSV, volgende topper. Ja, zeker. We gaan knallen. Moeten we nog wat beter of zeggen van nou, als we zo spelen, dan. Uh... Nou ja, als je zo speelt, dan je wint 1-0, is prima. Maar natuurlijk uh, zijn er altijd dingen die we beter kunnen, maar ik denk dat we echt wel uh, grote stappen gemaakt hebben. Nou ja, als jij weer zo binnen binnenschiet, zijn we klaar toch? Nou ja, als we dan ook de nul houden, dan wel ja.